Nou. Kevin Frikies zit ja, hier we zijn weer. Ja. Vandaag is de grote dag. Nou, vandaag gaan we weg naar de eerste overnachtingscamping in Breda. Bij camping Kleine Abshoeven. Ja. Nou, dan gaan we even eten. Vanaf morgen gaan we dan richting Troyes, een beetje die kant op. Ongeveer een dikke 500 kilometer rijden. Dat is de tweede overnachtingscamping. En dan vanaf daar gaan we een ietsje verder. Ja. Uiteindelijk belanden we ergens in Zuid-Frankrijk. Maar ja, nu gaan we nog eerst even lekker kopje soep eten. Even lekker lunch. Ja, even de buikjes vullen. En dan gaan we binnen nu een drie kwartier gaan we weg, zo'n beetje. Dan koppelen we hem aan. Ja. We hebben veel voorbereiding gedaan. Ja, het is wel lekker om zoveel tijd te hebben om alles voor te bereiden. Ik denk dat we alles wel mee hebben. Dus als de caravan zit, denk ik goed vol. We gaan zo nog even weer. We gaan namelijk naar de Weegbrug. Kunnen we zo nog wel even een filmpje van maken. Het kan best zijn dat ik nog wat dingetjes moet overpakken. Ja, dat we die in de auto moeten pakken. Als iets zwaar is, nou, dan pak ik even gasfles over. Die zet ik even in de auto. Kijk wel even. Hebben we één of twee gasflessen mee? Twee gasflessen. Oh ja, want dat is wel fijn voor de buitenkeuken. We hebben buiten een gasaansluiting. Nou. Dus dat is wel fijn. Dus, nou, we gaan het zien. Dus straks bij de Weegbrug kunnen we misschien nog wel even een filmpje maken. Ja. En, zijn heel benieuwd wat het totaalgewicht nou is in vakantieuitvoering. Dus we gaan het zo zien. Oké. Okay. Nou, we staan op het punt om te vertrekken. Ik ben nog eerst even aan het checken of ik alles goed op slot heb gedaan. Is op slot. Ik heb de stekker uit de tv. Die haal ik er altijd even uit. Dat is allemaal gesloten. Laatste handelingen. Even de deuren allemaal op slot doen. Buiten ook. Het is warm. Eens kijken hoeveel graden het is. Is inmiddels aangekoppeld. Tasjes in de auto, deuren dicht. Hondje hebben we weggebracht. Dus gaan we hierna. Thank you.
klaar voor. Afslaan en daarna meteen links afslaan. Volg de straat gedurende 2 kilometer, alstublieft. Is de weegbrug. Even kijken. Doe je alleen de wagen of niet? Allebei. Allebei? Oké. Okay. Nou, we zijn bij de weegbrug. En laten jullie zo even weten. Ons wagen weegt. Daar gaat hij. Dat was de combinatie. En nou willen we nog even weten wat de caravan weegt. Apart. Staat. Ik ga even kijken in het hokje. Zullen we zien dat hij weegt? 1840. Nou, dat is toch heel frappant. Vorig jaar met een andere caravan ook. 1840. Wauw. 40 kilo. Nou. Ons mannetje wil nog even een foto ervan maken. Op het plakboek. Nou. Ik rijd erop heen en dan. Ja, oké, okay, nou dan gaan we pas. Mooi zo. Nou. Een mooi gewicht. Ja, prima. Niks meer aan doen. Dus we gaan verder naar het zuiden van het land. Ja, we gaan nu naar de Abshoeven. Kleine Abshoeven. Kleine Abshoeven in Oosterhout. Ja. En ja, daar komen we vaker. Gaan we ook lekker winterkamperen, super fijne camping. En dan zijn we in ieder geval al in het zuiden van het land. En morgen gaan we dan richting Frankrijk. Dan ja, korten we de route eigenlijk een beetje in. Dus eigenlijk begint onze rit vanaf morgen. Nou, goed. Zien we jullie straks. Ja. Doei doeg!
Nou, we zijn aangekomen op de camping. De Kleine Absoeven. De Kleine Absoeven. Ja. Superleuke camping is dit, hè? Ja. Echt het proberen waard. Heel mooi wandelgebied, mooi fietsen. Ja, lekker eten. En de camping staat vol. Ja, en heerlijk eten ook, hè? Nou, even inchecken. Nou, dus ingecheckt. Een fotootje van plakboek. Het pleknummer hebben we? Nee, natuurlijk. Dus hier is dat de sanitair blok en is daarnaast. Is dat niet waar we eerder hebben gestaan? Nee, we hebben daar gestaan. Dan moet doorgaan. Oh. De sanitair blok. Plek 21. Plek 21 met muntjes voor het in- en uitrijden. Ja, dat is hier voor de hefboom. Ja. Dan krijg je één muntje voor het inrijden en een muntje en een muntje voor het uitrijden. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is mooi bij het sanitair. Daarnaast, ja. Daarnaast. Oh, goed. Nou, muntje erin. Camping staat vol. Eigenlijk moest je het kenteken doen, dat is wel handiger. Werkt die? Nou, daar gaat ie. Nou, we zijn op de camping aangekomen. Het is nu iets van, even kijken, 4:15. En we gaan nu eerst lekker even een koffie maken, even lekker buiten zitten. Het is nu al mooi weer. En dan vanavond met de avondeten gaan we even lekker patatje doen. Hier is echt een hele leuke camping. De plekken zijn vrij vlak. Ja, eigenlijk heel vlak, want ik hoef
hoeven niks bij te stellen. Er staat waterpas. En dan gaan we nu eerst even wat lekkers drinken. Dus we gaan nu eerst even een lekker koffietje maken. Ja. Dat gaan we eerst doen. Ja. Dan heb ik wel zin in. Onze Bialetta. Met een koekje. Met melk. Met een melkje erop. Thank you.
We gaan nu een patatje eten. Mensen, ja. We zitten nu bij Cafetaria Jozen. De Gebroeders Jozen. Dat is een hele goede patatzaak. En is dat in Teteringen? Ja, Teteringen. Vlak bij Breda, ligt aan Breda. Die hebben verse friet. Ja. Echte verse friet. Zo'n fotokleur. Ja, echt goed. Nou. Goedemorgen allemaal. Nou, we zijn allemaal net ontwaakt zoals je ziet, een paar dikke ogen. Maar nou, het regent nu. Best wel hard. Nu? Dus het heeft de hele nacht geregend. Ja. Heel, ja, ik ben bijna de hele nacht wakker geweest. Ja. Ik heb heel vaak regenbuien gehoord en nou ja. Nu gaat het echt heel erg... Kortom, Hollands weer. Ja. Nou, we zijn bijna klaar, met een paar dingetjes nog doen. En dan gaan we richting België, Antwerpen, Brussel en dan richting Puiseau. En dat is... om precies te zijn, camping La Ferme des Hautes. Ja, we gaan te afwachten wat het is voor camping, maar het is voor één nachtje. Ja. En dan gaan we zien hoe het eruit ziet en wat het weer daar ons brengt. Het, volgens mij zei je pas 24 graden. Ja, ook wel een beetje wisselvallig. Dus ook wel wat regen, misschien komen we weer met regen aan. Maar we gaan het zien. Het is maar voor één overnachting. Dus we hopen onderweg wel wat beter weer te krijgen. Maar... Nou ja, beter dan de mensen hier op de camping. Waar ik wel medelijden mee heb. Dat is wel jammer, maar goed. Ja, Hollands zomerweer. Hollands zomerweer. Is het. Okay. Dus tot later. Tot later, ja. Nou, eerst dit. Met dit weer gaan we nu weg, dus ik hoop waar we nu naartoe gaan dat het wat beter is. Als... Ja. Ja, de schoenen moet je aandoen in de auto. Start die motoren. Nou. We kunnen gaan. Het is 9 uur. Oh, kijk eens, het is dramatisch. Mensen staan allemaal in de regen. Ja? Dit is niet zo leuk. Nee, dit is minder nodig. Ja joh, wat een drekzooi. Het is een klein beetje regen, maar... Nee, maar het heeft vannacht ook zo vaak geregend. Oh, wat een plassenaai. Kijk hier. Nou, daar gaan we. Op weg. 9 uur. De straat gedurende 3 kilometer, alstublieft. 506 kilometer. En kwart over 2 aankomst. Maar daar rekenen we altijd 2 uurtjes bij op in verband met het stoppen. Dus kwart over 2, kwart over 4. Ik denk dat we rond 4:30 ongeveer zullen aankomen. Nou, hier gaan we even stoppen. We zitten in België. En het weer is nog steeds bed. We konden wel lekker doorrijden. Het was niet zo heel druk op de weg. Dan gaan we zo even een broodje eten en even wat drinken.
gaan we weer verder. Nou, dat was even een plasstop. Dan gaan we verder naar, ik denk de eindbestemming. Althans, voor de volgende overnachting. Het is hier heel erg druk, echt super druk. Maar, volgens mij nog 2 uurtjes denk ik. Dat komt me aan. Doe jij hem op slot? Doe jij hem op slot? Een koekje meenemen. Nou, dat zo dadelijk. We zijn er bijna. 20 kilometer. En dan zijn we erbij. Hoe heet de plaats? Opuizo. Camping Leonard. Net, ik weet het niet meer. Oh. Wel leuk uit, hè? Ja, het is gewoon een gemoedelijk Frans camping. Ja. Even onze vleugels kunnen uitslaan. Ja. Ja. Het is wel een hele mooie omgeving, ja, hè? Echt leuk. Het is nou aangenaam, 25 graden. Ja. Dus ik denk dat we nog wel eventjes buiten kunnen zitten. En de hele dag van binnen gezeten. Ja. Mooi. Reis met bruine bonen gaan we eten. We gaan reis met bruine bonen eten. Ik heb het allemaal al klaargemaakt. Staat al op ons te wachten. In Sinabat, hè? Ja, trek. Ja. Van rijden krijg ik trek. Ja, ja. Veel zonnebloem. Ik vind het zo leuk. Goed. Dan gaan we straks ons maaltijdjes even lekker verwarmen. Yes. We'll be right back.
Hallo. Volgens mij is dit een boerderijcamping. Ik moest even inschrijven bij de receptie. Ja, het ziet er wel grappig uit eigenlijk. Heel klein sanitair gebouwtje. Volgens mij is het druk bij de receptie. Nou, ziet hij leuk uit. Wat schattig. Sanitair. Wasbakjes. Koelkast. Wassen. Dus een wasbak bij. Hier is de douche. Een kleine camping. Daar gaat Appart naartoe. Ja, ik denk dat we hier ergens een plekje hebben. Over hier. Dit is wel een leuke. Welkom weer bij een nieuwe ochtendvlog. Een ochtendvlogje.
Het is 7:30, we gaan zo weer op pad. Richting derde overnachtingscamping in Frankrijk. En dan gaan we weer het zuidelijke. Ja, ongeveer 435 kilometer. Kijken hoe die ons gaan bevallen. En hopen daar rond 's middags ergens om aan te komen. Ergens eind van de middag, denk ik. Ja. En dan we zien. Ja. Het is nou... Het is een beetje donker weer buiten nu. Het is heel vochtig en fris. Vannacht was het ook best wel koud. Maar wel lekker. Beter dan het is, ja, natuurlijk beter dan wanneer je met 30 graden moet slapen. Dus we gaan dan ons boterhammetje opeten en dan gaan we weer op pad. Nou. En dan met de nodige tussenstopjes. Yes. Nou, tot het volgende moment. Heeft dat dingetje al gedaan, ATC? Normaal hoor je dat geluidje. Die ding, Heeft hij het al gedaan? Ja. Oh. Nou, daar komt hij aan. Onze wagen. Nou, daar gaan we. Thank you.
je daar ook wat bloes? Nee, hier omheen lopen dan. Duurt de auto even op slot? Ja, oké. Okay. Dus 31. Wat hebben we dan? 21? Huh? 22. Oh nee, dat kan niet hier. Via maar hier niet. Ja, laten we dat maar even doen. Ja. Dat is op de camping. Ja, maar je kan toch op de plek draaien? Ik denk wel dat je een keg onder moet doen. Plekje gekregen. Ik wil dat je hem er gewoon zo in zet met de neus. Die kant op. Dat kan toch? En dan kun je de man zo weer uitdraaien. Zo erin. Ja. En dan wel een kecht eronder hoor, anders staat hij helemaal naar voren. Nee, ik draai hem om. Ik draai die kant op. Ik ga niet met de... Vandaag maak ik een pastaatje met pennen. Ik heb de saus al klaar. Pennen heb ik meegenomen. En de saus maak ik altijd al van tevoren. Die doe ik dan in de diepvries. En dan heb ik de maaltijdjes al klaar. Als we op de camping komen, dan hoef ik het alleen maar lekker op te warmen. En... lekker met een beetje parmezaanse erbij. En hier raas ik even. Thank you.
zich best wel een leuke camping, maar hele schuine plekken. Sanitair is een beetje primitief. Dat is ook niet zo heel erg schoon. Komt dus een naam. Hier achter mij trouwens ga je naar de receptie.